De Nederlandse mannen houden een bronzen plak over aan het EK in Boom. Oranje scoorde binnen 10 minuten de 1-0 tegen Engeland. Maar ging met een achterstand de rust in door 2 tegendoelpunten uit strafcorners. In de tweede helft maakte Jeroen Hertzberger de 2-2 en ook de 3-2. Wouter Jolie gaf een reactie. Ja, we stonden 2-1 achter in de rust, maar ik had eigenlijk wel het gevoel dat het goed ging komen. Ja, ik vond de tweede helft eigenlijk heel erg goed. Daar kwamen op een gegeven moment wel echt los mooie acties van Kemperman en Hofman. En 3 fantastische goals van Jeroen. Je weet, zeker internationaal moet je gewoon veel spelverleggingen spelen om ruimte te krijgen op een kant om die cirkel in te komen. En dat lukte inderdaad de tweede helft beter dan de eerste helft. Dat was positief. Altijd moeilijk om je op te laden als je voor goud komt. En je kan er niet meer voor strijden, is het altijd lastig om voor brons te spelen. Maar ik denk dat we dat heel goed hebben gedaan. Wat nu gewoon is, we gaan denk ik in september het toernooi evalueren. En dan is het gewoon vanaf september gaat de volle focus naar het WK. Dus ja, we hebben geen tijd te verliezen, want we moeten nog een stap maken om die Duitsers te pakken.